Deze beschouwing, die kan je lekker draaien voor het slapen gaan. En het gaat over de schoonheid van het mooie leven. Ik ben erachter. Of dat nou komt door mijn leeftijd. <laughs> ja, dat zou kunnen. Ik heb het leven altijd mooi gevonden hoor. Ik weet nog dat ik woonde in Amstelveen. En dat was op een flat zonder lift. En daar kon je op drie manieren omhoog. In het midden, daar waren de boksen. Dus daar kon je spulletjes op slaan. En een soort rondgang eromheen. Een soort toren als het ware met allemaal boksen. En aan de linkerkant had je een trap aan de buitenkant en aan de rechterkant ook. En mijn tante Til vertelde ze mij laatst dat zij, uh, oh, ze vond die trap zo eng, omdat het, ja, het, is, het was vier hoog, hè, waar ik woonde, het is toch vrij hoog. Hè. En ik als kind, ik had er helemaal geen last van. Ik dacht er niet eens over na. Ik weet nog dat ik een keer aan de buitenkant van die trap omhoog ben geklommen. Echt. Ja, je kon van de, eerste, van de begane grond naar de eerste verdieping, zeg maar. Aan de buitenkant van de trap kon je klimmen. Dat ging prima. Ja, en als je die eerste kan, ja, dan kan je die tweede ook. En dan kan je die derde ook. En dan het een eitje om naar de vierde te gaan. Je moet niet omlaag kijken. Gewoon omhoog kijken. Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want dan word je lekker nat, Sammy. En toen mijn tante Til dat zei, dat zei ze toen we daar nog een keer terug waren. Om te kijken waar, waar het allemaal begonnen was voor mij. En mijn dochter was er ook bij. En toen zei mijn tante Til dat, en toen zei ik, ja inderdaad, ja... Ineens had ik ook hoogtevrees en dacht ik van wauw, ik zou het nou niet meer durven van aan de buitenkant omhoog te klimmen. Anyway, ik weet nog dat ik een keer uit school kwam of ik had boodschappen gedaan en ik was die trap opgelopen en ik stond op het punt om de galerij op te gaan. En toen dacht ik wauw. En toen hing ik een beetje over die reling heen en ik keek naar het westen, waar de zee is. Ja, die kan je niet zien daar vandaan, vanuit Amstelveen. En daar is de zee. En ja, daar hingen allemaal wolken boven. Oh, Die wolken kon je zien. Hè? Ik weet nog dat ik daar ademloos stond te kijken. Ik denk, jee, wat mooi. Wat mooi die wolken. En mijn opa, die had. Mijn opa was eigenlijk mijn vader. Dus mijn eigen vader die had, te, te met, hmm, ja, goed, die had het te druk met. Moet zeggen. Ja, goed. Die had te druk. Hij was niet een slechte vader of zo. Maar hij heeft wel een paar steekjes laten vallen en mijn opa was meer, ja mijn opa was ook meer rationeel of verstandig of hoe, hoe noem je dat? Hè? Mijn vader was meer zo'n bravoure persoon. Die deed ook leuke dingen met mij. Wij gingen bijvoorbeeld berkenbomen omzagen bij de Amstelveense Poel. Dat mag helemaal niet. Dat is absoluut verboden. Mijn vader die had overal scheid aan. En die had van die berkenstammetjes nodig voor de achterkant van een foliaire. Dus hoppakee, roeiboot huren. En dan de pool op, nou die eilanden. En dan, uh, dan hadden we zo'n boogzagen. Hij aan de ene kant, ik aan de andere kant. En dan... Hoppakee, een berg om. <laughs> Takken eraf. En die man van de botenverhuur, die zei er helemaal niks van. Ja, die wist ook dat het helemaal niet mocht, maar die ging echt de politie niet bellen. Nou nee, ja. Misschien had mijn vader het wel van tevoren tegen hem gezegd hoor. Meneer van Dieme heette die. Die zei: Hallo. Ja, ik heb wat berkenboomtjes nodig voor mijn volière. Was mijn vader bezig met een of andere vogelsoort. Met ja, een heel mooi verenpak, Allemaal kleurtjes. Het was niet een paradijsvogel of zo. Maar, maar wel zoiets. Zeg. Een hele merkwaardige vogel: Met paars en groen en oranje en geel. Ja, die komen het mooiste uit tegen die berkenstammetjes. Aan de achterkant. Ja, dat soort dingen deed mijn vader. Die maffe dingen. Mijn opa was meer uh, rationeel. Um, die rookte anderhalf pakje caballero, caballero, <laughs> per dag. Maar in die tijd was dat niet erg. Want wat kostte een pakje caballero? Jongen, dat was in eurocenten, 80 eurocent dat je pakje caballero. Dus daar zat mijn oma niet over te zeuren hoor. En er zaten 25 sigaretten in. zo. Dus, uh, Mijn opa die rookte voor, zeg maar, 25 euro in de maand. Ja, nou daar hoorde je mijn oma niet over klagen hoor. Mijn opa die werkte bij Fokker. Die bracht een hoop poen binnen, die was hoofdeindcontrole, eindcontrole op het einde van zijn carrière. Want je hoofdeindcontrole bij Fokker? Ja. Als mijn opa zei, dit gaat niet gaan, nou, dan ging het vliegtuig niet de lucht in hè. Dus hij bracht voldoende poen binnen. En hij leefde heel zuinig. En hij had ongelooflijk veel verstand van rekenen. En nou, spelletjes spelen. Schaken heeft hij mij geleerd. En En wat hij ook had. Dan kom ik aan mijn punt. Hij had uh, één of meerdere camera's. En daar mocht ik mee spelen. Daar mocht ik naar kijken. En, uh, en mijn opa zag dat ik erin geïnteresseerd was. En die ging mij dingen uitleggen. Oh, vind je dat leuk? Nou, dat werkt zo en zo. Met een lichtmeter. Zo eentje zonder batterijen. Met een seleniumcel zit erin. Die zijn niet zo heel lichtgevoelig. En die zijn niet zo heel nauwkeurig. Maar zo ongeveer. Prima. Tegenwoordig heb je dat allemaal niet meer nodig. Hè. Ik heb nou een camera... En er zit niet eens een scherpstel-dinges uh, op. <laughs> en Dat heb ik niet eens nodig. Ik richt die op een onderwerp en dan. En, uh, piep. En dan uh, is alles oké. Okay? En dan kan ik zien welke sluitertijd. En dan klik. Ik maak de mooiste foto's. In kleuren. Niet dat Gehannes met uh, filmpjes ontwikkelen en afdrukken. En dat deed ik allemaal. Dat deed ik al op de lagere school volgens mij. Ik had zo'n handboek gekregen voor mijn verjaardag of voor. voor mijn Sinterklaas. Zo. Dat heb ik nog heel lang gehad. Het heette Handboek van de Zwart-Wit-fotografie. Daar stonden recepten in voor uh, ontwikkel, ontwikkelaar. Ik, dat. ik gebruikte altijd Rodinal. Altijd. Rodinal en Kodak 3X. En dan kon je opwaarderen. En dan maakte je van je 3X film, je een film van 30 din, 33 din. De Duitse industrienorm. Dan krijg je 21 din, dat was 100 ASA. Dus 24 din is 200 ASA. Dat leerde ik allemaal. Hè? De logaritmische schaal, die wist ik al voordat ik logaritmes kreeg op, bij wiskunde. Kreeg ik kreeg bij wiskunde logaritme uitgelacht, uitgelegd. En dan dacht ik: oh ja, bij fotografie heb je dat ook. <laughs> ja, ik kende het al. Dus 21 is 100. Nou, 21 plus 3 is 24 din, Deutsche Industrienorm. Dat is een twee keer zoveel. En een 27 din is weer twee keer zoveel. Dus dat is 400. En 30 din, dat is dan weer twee keer zoveel. Dat is dan 800. En ik kon door 33 din, kon ik opwaarderen. Dan heb je 1600 ASA. ISO. En ik foto's maken. Van die prachtige wereld. Hè? Ik heb dat altijd gevonden hoor. En ik merkte ook, dat was de laatste jaren. Binnen 2003. Ben ik begonnen met digitale fotografie. Misschien iets eerder, maar ongeveer rond die tijd. Hè. En mijn eerste digitale camera was een Canon. En de moeder van mijn kind liet die uit de handen flikkeren. Tut-Hola. Die moest ik laten repareren. Het was duur. Toen was die gerepareerd, lieten ze hem weer uit de handen vallen. Oh nee. En toen heb ik een nieuwe gekocht. Een Olympus. Die werd gejat. Oh, ik vind het zo stom hè. Mensen die spullen stelen. Ergerlijk vind ik dat. Koop je eigen klote camera, klootzak. Dat is zo flauw. Ik ga toch niet een camera stelen van iemand. Waarschijnlijk is het in de kroeg gebeurd. Want dat deed ik dus. Hè? Fotograferen in de kroeg. Ik denk, ik ga foto's maken. Gewoon waar ik ben. Want die tweede camera die ik heb gekocht. Was, die was ook nog waterdicht. Denk ik, ja, dat komt mooi uit in de kroeg. Waar dat bier, dat vliegt daar heen en weer. En die camera was waterdicht. Ja, die werd dus gejat. En toen heb ik een Leica gekocht. Dat was een dure jongen. 600 euro of zo. 700 euro. Dat was wel een dure camera. En die heb ik. Die heb ik recentelijk verkocht dit jaar. Voor een paar tientjes. En een hobbyist die kwam. En, ah, vind ik wel leuk. Ik krijg de cash voor. En, en ging mijn camera ging, uh, dan van hand en die was versleten. Echt waar. De onderkant, de, de verf was. Ja. Daar heb ik zoveel mee gefotografeerd. Dat hebben we meer dan tien jaar of zo. En altijd had ik hem bij me. Echt altijd. Om de mooie wereld te fotograferen. En ik weet nog wel eens dat ik. Zat ik ergens en dan had ik zin om een foto te maken. Maar. Ik was op dat moment niet verliefd op wat ik zag. Hè? Dus en dan, ja, net alsof je, je, je wil graag poepen, om dat gevoel te hebben van, oh, wat heb ik lekker gepoept. Maar er zit niks in je darmen. En dan kan je ook zitten persen, maar er komt niks uit. Hè? Dus je moet dat verliefde, ik dan, hè? ik moet dat verliefde gevoel hebben. Ik denk, ah, oh wat mooi, ah, oh wat mooi. En dan mijn camera pakken en dan klik. Dat zijn de mooie foto's. En foto's die ik gemaakt heb, die uh, ja, dat kon ik dan zien en dan kom je thuis. En dan denk je kom ik ga weer eens even uploaden en dan stop je je SD kaartje in je machine, in je computer en komen al die foto's komen binnen. En dan denk je oh die hoeft niet, oh die hoeft niet, oh die hoeft niet, oh die hoeft ook niet, oh, oh dat kan ook niet. Ja. Allemaal foto's die ik gemaakt heb, omdat ik op dat moment dacht, ik moet een foto maken, maar dat slaapt nergens op. Dus ik leerde om alleen nog maar op het knopje te drukken als ik bevangen was van de schoonheid die ik zag. En vanaf dat moment maak ik minder foto's, dat klopt. En ik gooi geen enkele foto meer weg. Echt niet. Soms zit er een foto. Ik was laatst dat ik een foto had. Denk ik van, ja, ah, is dat een saaie foto? Toen keek ik beter. Was dat helemaal geen saaie foto. Ik had eventjes niet gezien dat ik niet een foto had gemaakt van de lucht. Nee, ik had een foto gemaakt van meer dan tien vogels die aan het buitelen waren. Die buitelen, die deden helemaal niks. Zaten een beetje in een vrije tijd. Een beetje uh, in de handen te fladderen met z'n allen. <laughs> en het was niet eens georganiseerd. Ze zaten maar een beetje de ene omhoog, de andere omlaag. Kijk, zo'n zo zwerm met spreeuwen. Hè? Dat is allemaal netjes uh, één, twee in de maat, anders wordt de zwerm kwaad. Hè? Maar dit was. Nee, ze vlogen allemaal dommig erheen. heen. En een beetje. een, een lawaai maken, jongen. En doen alsof het leven leuk is. <laughs> en daar had ik een foto van gemaakt. Gisteren was ik op de markt en ik was daar bij de visdingenstand, de Scheveningse vishandel of zo heet dat. En toen zei die dame achter de haringkar, die zei Noah heet ze. Vroeger had ze een hoofddoek om en nou niet meer. Ik hoop maar dat ze, dat, niet, dat ze geen ruzie heeft gemaakt met de familie of zo. Ik doe dat niet meer. Ik weet het niet hoe het met haar zit, of zo. Die hoofddoek stond er goed, moet ik zeggen. Daar had ik een foto van kunnen maken. Maar ja, dat doe je dan niet op zo'n moment natuurlijk. En dan gisteren daar, daar zei ze tegen mij: ja, het gaat onweren. Het was even zo'n vlagen. Ja, er komt onweer. En ik kijk achterom. Oh man, wat een mooie wolken. Wow. Nou, daar had ik mijn bestelling van haar gekregen. En ik is afgerekend. En toen mijn uh, mijn warme lekkerbek, eventjes opzij gelegd op een tafeltje. En de camera gepakt, die ik altijd bij me heb. En dat is niet meer die Leica dus. Hè? Nou, een nieuwe, en die gaat helemaal mee tot hij totaal versleten is. En die Leica, die heb ik toch meer dan tien jaar. Ja, nou. Die is dit jaar verkocht, na nou 2019. En die Lumix heb ik. Ik heb nou een Lumix, die heb ik begin dit jaar gekocht. Toen ik nog wat geld had, dacht ik mop. Die Lumix was niet zo duur, by the way. En kwaliteit is beter dan die van mijn Leica. Eerlijk gezegd, voor waar ik hem voor nodig heb dan. Hè? Ik hoef niet zo'n uh, zo zo bakbeest. Ik zie wel van die mensen lopen met zo'n dikke toeter. Ja, nee, dat is helemaal niks voor mij. Een compactcamera met zo'n lensje. Wat... En bij die Leica had ik dan nog zo'n klepje. Dan moet ik iedere keer denken het klepje erop te doen. En bij deze hoeft dat niet. Als ik hem aandoe, dan, dan doet hij zelf een klepje open. En dan... dan gaat hij zo naar buiten. Ideaal. En een klik. En doe ik hem uit. En roep, ga dat dingetje naar binnen rob Gaan die klepjes gaan dicht. En doe ik hem zo weer in mijn binnenzak van mijn jasje. Ideaal ding. Nou, die lijken. Ja, de verf was eraf en dat soort dingen. Hij deed nog wel hoor. Maar de filmfunctie niet meer. Dat was de, de showstopper voor mij. Ik denk naast nou afgelopen. Foto's maken ging prima. Ik wil ook kunnen filmen, dat gebruik ik niet heel veel, maar ik wil het wel kunnen. En Wim, mijn vriend, Wim Kruidertuin, die had al tegen mij gezegd van... ...jongen, koop toch een keer een andere camera. Wat doe je met dat oude ding? Tegenwoordig heb je zoveel megapixel of zo. Ik denk, laat me doen. Er is namelijk nou die Lumix. Oh ja, toen ik die Leica verkocht... Ik kwam die man, die kwam me heel blij, kwam die hem ophalen. Ja, zei. Want deze heeft RAW-formaat. Dat is RAW, is dat. Ik zei, oh ja. Dat is waar ook, dat was ik alweer vergeten. Maar dat RAW-formaat, dat interesseert me niet. De JPEG is goed genoeg, ja. En met dat RAW-formaat, ja, dan kan je dus... Ja, dan de, de, de raw, hè, ruw. Ruw materiaal. Dan krijg je pixel voor pixel komt er naar binnen denderen. En één fotootje is dan gelijk 6 megabyte of zo. En dat is ideaal voor uh, fotobewerking. Als je met Photoshop of andere software aan de slag wil. Ja, dan is dat je ding. Maar dat doe ik helemaal niet. Ik hou er ook niet van. En voor mij zit die schoonheid van die wereld. Die zit in die wereld. En wat ik doe is uh, mijn camera goed richten. Dus ik denk om de uitsnede. En ik hou rekening met de sluitertijd. Dat die mooi scherp is. Hè. Dus als die sluitertijd naar de een dertigste seconde gaat of zo. Nou, die kan ik meestal nog wel uit de hand nemen. Maar daaronder. Nee, ah, niet hè. Maar dan is er wel een lantaarnpaal of een elektriciteitskast of whatever. En dan, dan kan ik hem ergens tegenaan drukken. En dan klik. Ja, de wereld is mooi en schoon. Zoals die is. Hè? En ja daar kan je wel uh, kleurenfilters op gaan doen. Maar nee, dat is helemaal niks voor mij. Wat ik wel eens deed was. Uh, um, dat, uh, moet je dat zeggen? Dat je hem meer waterpas zet. Dan heb ik een foto gemaakt en die is wel mooi, maar die is een beetje scheef genomen. En tegenwoordig denk ik er extra om: als ik een foto neem, dat ik hem niet scheef neem. En af en toe zit er eentje bij, dan denk ik, ja, die is een heel klein beetje scheef toch wel. Maar dan denk ik, nou, ik ga het niet meer rechtzetten hoor. Zo weinig, dat ziet geen hond. Hé, hey, foto's maken. Op de lagere school deed ik het al. En foto's maken van de mooie wereld, hè. De wereld is mooi hoor. Je moet er oog voor hebben. Dat is belangrijk. Hè? Het was met de, de moeder van mijn kind. Die heeft er helemaal geen oog voor. En we waren met de familie. de as van mijn vader aan het uitstrooien. Bij de Amstelveense poel. Die plek waar ik met mijn vader dan. ...berkenboomtjes uh, heb... Ge, hoe noem je dat? Geroofd, moet je denk ik zeggen. Of gestroopt. Nee, stropen is met dieren. Hebben we ook gedaan... ...bij de hoor. Met mijn vader gestroopt. <laughs> Achteraf... De, ...ja, je moet je zegeningen tellen... Hè, ...om het echt uh, het leven... ...heel mooi te kunnen vinden. Anyway, we lopen zo'n rondje rondom... ...de Amstelveense Poel... Het hadden zijn zusters, mijn tante Irene en tante Til, die hadden dat zo bepaald. En terecht. En daar is al die as van hem, of alle as, een deel van de as is uitgestrooid. De moleculen van hem zijn teruggevloeid. Dus nu zitten er planten bij de Amstelveense Pool, en die hebben moleculen van mijn vader van het lichaam van mijn vader, moet ik nou zeggen. Niet van mijn vader zelf natuurlijk. Want die is in de hemel. En dan waren we daar. En ik liep naast de moeder van mijn kind. En we hadden al die toestanden dat zij wilde scheiden. Helemaal om niks. Hè. Totaal om niks. Maar zij was toe aan wat nieuws of zo. En ik wees haar op. Een, het was een soort doorkijkje. Ik zei, maar kijk eens wat mooi. En ik dacht dat zij het ook zag. En ze zei, gadverdamme, ik vind het me niks. En toen dacht ik, wat? Toen bleek ze het te hebben over een, een vuilnisbak die er stond. En die puilde uit. De, kennelijk was die jeugd op een vrijdagavond. Het was zaterdag en... Die jeugd was op vrijdagavond daar langs gekomen. En die hadden eerst voor 20, 30 euro bij de snackbar van alles gehaald. En die gingen daar dus kennelijk met z'n allen dineren of zo. En niet alle bakjes van de friet en de frikandelle speciaal. Pasten in, uh, in, in, in dat vat. Dus, ja, dat was een rommeltje. Ja, dat klopt. Maandag komt de schoonmaakdienst weer langs. En dan weet niemand het meer. Ja, ik zie dat ook... Maar ik denk alleen maar, oh, de jeugd is gisteravond langs geweest en heeft een leuke avond gehad, zo te zien. En inderdaad, er was één bakje van de frikandel speciaal, die was op de grond gevallen. Ja, nou, pech zeg. Oh, 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 wat erg. Als het je echt irriteert, dan buk je toch en pak je hem op een duim alsnog erin. En zij ziet alleen maar die rotsen liggen. En ze ziet dus niet dat meer wat erachter ligt. wat meer die poel die erachter ligt. En ze ziet niet die, die, die wuivende rietkragen. Ze ziet niet die meerkoetjes. En wat er die andere beestjes ook alweer, die andere draafsasies. Je hebt er ook mandarijneenden en zo. Dat, dat, dat bizar man. Je hebt een meerkoet en nog zo'n ander zwart vogeltje met van die uh, vliezen tussen zijn tenen. Wat weet je nog er weer. En die, uh, allemaal begroeiingstoestanden met leuke bloemetjes. Het was best lekker weer. En dan zie je dat allemaal. En het enige wat die trut ziet, dat is die, die volle vullersbak. Die volle jiske vet. Dat maakt er niet uit. Dat is een volle jiske vet. Dat is Fries, hè, jiske Jiske betekent vuil of as. As betekent dat eigenlijk. Dat is een jiske vet. Dat is een asvat. Ja, ik zie dat niet. Ik, ik, zie dus niet een, ja, ik zie wel een volle uh, jiske Vet, Die zie ik wel, maar ik zie iets heel anders. Ik zie het resultaat van ja, zo'n groepje jongens, je kent het wel. Die zijn heel stoer op de fiets. En, uh, iedereen heeft zijn zakgeld bij elkaar gelegd. En uh, ze zijn om tien uur s'avonds zijn ze nog even naar snackbar Piet gegaan. En er waren uh, tien jongens en twee meisjes. En, uh, ja, je kent het toch wel. Van die opgeschoten jeugd. En die hebben geen geld om. Ja, iets te gaan doen in de bioscoop. of whatever. Dus wat gaan ze dan doen? Ja, ze gaan naar Snackbar Piet. En dan bestellen ze, bestellen ze van alles. En dan gaan ze naar de Amstelveense pool. En daar gaan ze dan. Uh, yeah. bij de ondergaande zon. De, de snacks naar binnen werken. En die meisjes plagen natuurlijk. En die meisjes, die jongens, weer uitdagen. Plaag me dan, plaag me dan. Dat is de mooie wereld. Geweldig. En toen ik een kind kreeg. Toen wist ik helemaal niet wat ik zag. Zo dat ik net er. En toen fotografeerde ik nog analoog. Ik heb best een mooie camera gekregen van mijn collega's en kennen. Had niet gehoeven, by the way, achteraf bezien, maar goed. Ik had hem gekregen. Zo. Ik had toen een camera, een Olympus om Die was goed genoeg, hoor. Maar anyway, ik kreeg van hun die kennen. Heb ik met die kennen een paar foto's gemaakt, joh. Oh, 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 oh. De moeder van mijn kind ook. Die zijn niet zo mooi, moet ik zeggen. Die heeft, ja, die heeft er geen oog voor, die ziet het niet. een keer waren we met z'n allen op vakantie. En ik maakte ook op vakantie heel veel foto's hè, van de mooie wereld. En dan ben ik die foto's aan het uploaden in mijn computer. Staat er een foto op, en dat is de volgende scène. De tent was opgezet. Voor de tent lag een matje. Ik lig op mijn rug op het matje. Helemaal lang uit. Waarschijnlijk was ik een dutje aan het doen. Hè? En zij had plaatsgenomen. Zeg maar vanuit mij gezien. Uh, ja, vanuit mijn, uh, kon Ik kon niks zien, want ik sliep. Hè? Maar zeg maar uh, drie meter uh, onder, achter mijn voeten. En had ze dus een foto gemaakt. En dan zie je dus als eerste mijn voetzolen. Dan boven. Dan, dan zie je dus mijn torso. Je kijkt recht in mijn neusgaten. Je kijkt half onder mijn bril door. En dan daarachter staat de tent. Maar wat is het onderwerp? Heb je? Wat is daar nou mooi aan? Perry doet een dutje. Ja. Maar moet je dat zo fotograferen? Waarom loop je dan niet even als dat het dan is, hè? dat je heel graag een foto wil maken dat Perry een dutje doet en je bent er helemaal verliefd op je onderwerp. Je denkt, oh, wellicht Perry er mooi bij. Ja, dan moet je me ook fotograferen zodat ik er mooi uit He? Ik heb een keer een foto gemaakt en het was heel leuk. Was, waren we waren op vakantie in Finland en we hadden drie meisjes bij ons ik was met Wim, met mijn vriend Wim, Wim Kruidentuin, die had me uitgenodigd om mee te gaan naar Finland. Uh, helemaal georganiseerde vakantie. Uh, we zouden drie weken doorbrengen in een woning die verhuurd werd door de koster van het dorp. die koster hadden dus ze een stukje land met een uh, van die ja, een cabin of zo heet het dan zo'n die simpele huisjes van hout. alles in Finland is van hout, dus ook die dingen. Zonder kachel, zonder niks. Ja, er was stromend water, had je mee gehad. Schijten in een ton met zaagsel. Was, ja, stromend water had je. En er was een sauna. Maar dan niet. Er gewoon een sauna, sauna. En een partijtje brandhout. We mochten fikken zoveel je wilde. En er was een schiereilandje... En s'avonds waren die meisjes nog uh, aan het uh, plassen en plonsen uh, in dat meer. En er was ook een hondje was erbij. Pirco. Dat was een Finse hond, die kon geen Nederlands. <laughs> dat was zo'n Jack Russell. Zo'n klein opdonnetje. En dat hondje, die, uh, die wilde heel graag bij die meisjes zijn. Dat, vonden ze, ja, dat vond het hondje leuk. Maar die kon er niet naartoe. Uh, de, die stond niet te blaffen of zo, hoor. de hondje blaft helemaal niet. Maar die stond aan de waterkant, zo met die opgeheven oren. Zo te kijken naar nou, die meisjes die ja, daar aan het uh, spetteren waren. waaronder mijn dochter dus. Hè. Die meisjes waren uh, elf, twaalf. Zeg maar. En Pirco die stond dus uh, op het droge stuk. Zo te kijken van, uh, ja ik wil ook. En toen ben ik uh, zo'n beetje uh, op mijn buik gaan liggen want zo'n Jack Russell van die korte pootjes. Zo'n uh, wandelende hotdog. En ben ik dus helemaal op mijn buik gaan liggen. En die camera zo gemanoeuvreerd. En die, die foto gemaakt. Waarop, ja, en je ziet dus als eerste op de foto. Zie je ja, de kont, de anus. Nou nee, als ze de staat denk ik. Nou, misschien de staat ze wel omhoog. En, nou, je ziet dus de achterkant van die hond. En je ziet die oren die helemaal. Dat zie je ook. En dan daarachter zie je drie van die. hoe moet je het noemen? Nimfen. Ja, nimfen. Dat is denk ik een mooie term. En dat prachtige Finse meer. Kijk, zo maak je een foto. En daarvoor moet je dan wel op je buik gaan liggen. Dat heet kickforce perspectief. En dan krijg je wel een vies t-shirt. Ja. Maar dan moet je even dat zand er weer afkloppen. En ik had gewoon één foto gemaakt, hè? klats. En het leuke was dat in dat dorp waren ze bezig met het maken van een fotoboek van alle mooie dingen in de omgeving. En Wim, mijn vriend Wim, Wim Kruidertuin, die komt even later komt die aan met het boek dat uitgebracht was. Want wat Wim had gedaan, hij had dus gehoord dat iedereen mocht foto's opsturen en dat was een e-mailadres. En Wim had die foto's opgestuurd. En die foto die ik gemaakt had van Pirco. En dan die drie nymfen in het water. Was de, ja, dat was de, de, de grootste foto uit het boek. Hè? En iemand had er ook een heel verhaaltje bij geschreven. In het Vins. En Wim zei dus: van, Ja, het gaat erover dat het hondje er nou hunkert. om mee te mogen spelen met die meisjes. Maar dat kan niet, want het hondje is te klein. Zo. Kijk, zo maak je een foto. Uit verliefdheid, over de, de, de schoonheid van iets. En die foto, die wint dan nou, niet een prijs of zo, er niks voor gekregen. Maar Wim heeft het boek. En mijn foto staat daar prominent, op pagina 40 of zo. En Wim was niet jaloers op mij, nee, Wim was trots op mij. En trots op hem. Wel, er stond nog een andere foto van mij, stond er, er ook in. En foto's van hem. Wim. Ah, Wim en ik kunnen allebei fotograferen. Wim ook hoor. Ja, de schone wereld. De wereld is prachtig. Echt. Maar je moet goed kijken. En je moet die verliefdheid hebben. Dat is wat ik geleerd heb. Je moet die bevanging hebben van dat moment. En dan komt die foto eruit. Maar dat geldt niet alleen voor het fotograferen. Dat geldt voor alles wat je doet. Ik ben nu aan het werken in de gehandicaptenzorg. En toen kom ik daar, dat was dan de afgelopen week. Dat ik, dan, ik ben daar dinsdag begonnen. Dan heb ik dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Dus vier dagen lang heb ik dat schoongemaakt. Nou, en dan de, op donderdag of zo, toen ik daar voor de derde keer kwam. Toen waren er al mensen, bewoners, zo heten ze dan. Dus geen patiënten of zo, bewoners. Die daar waren en die, die zwaaiden naar mij. Zee? En uh, ze gingen ook grapjes maken tegen mij. En zeiden hallo en dat soort dingen. Dan denk ik, oh, wat is de wereld schoon? Ja, dan ben ik een schoonmaker. <laughs> dus ik maak hem nog schoner. Maar de wereld heeft een schoonheid. Jazeker. Dan denk je, ja, maar periodes zijn helemaal gehandicapten... en die zijn je volgende week weer vergeten. Nou, de vraag is of dat waar is. En sterker nog, ik heb ook dingen meegemaakt in de kroegen... dat ik dat was met honden... Dat honden, dan was ik zeg maar in dat verliefdheidsgevoel, dat ik denk van, oh, wat is de wereld mooi. Ja, God heeft vandaag weer eens extra zijn best gedaan. Dan zie ik hier gewoon een of andere stomme kroeg. En dan zie ik allemaal mooie mensen, mooie situaties en wauw. En dan wordt een hond wordt meegenomen naar de kroeg door zijn eigenaar. Die lopen dan los in zo'n kroeg. Dat vind ik ook geen enkel probleem. En dan gaat zo'n hond die gaat aan mijn voeten liggen. Ja. En dat is zo'n baasje zo, op een gegeven moment, om zich heen kijkt van hé, hey, waar is mijn hond gebleven? En dan ligt zijn hond aan mijn voeten. Ik heb het ook meegemaakt, zat ik op een bankje, terras, VKV De wacht. En een hond die springt op het bankje, die gaat naast mij zitten. En die draait zich op een bepaald moment naar mij om en begint aan mijn oren, te, en begint mijn oren schoon te likken. En die eigenaar van die hond was een vrouw. En die zei tegen mij: Oh. Dat is een teken van onderdanigheid. Hij beschouwt jou als autoriteit. En ik deed helemaal niks. Ik zat er alleen maar gelukzalig te kijken. En mijn hart ging helemaal open. Dat is het. Dat voelen die honden. Dat is wat ik denk. Hè? Dat voelen die honden. En die denken: Nou. Zo iemand, die zou de baas moeten zijn. Zo iemand die naar de wereld kijkt en alleen maar die schoonheid ziet, die zou de baas moeten zijn. Dat is de, dat is de natuurlijke autoriteit die zo'n hond dan wil. Ook een andere keer was een man, een hele vervelende, nare man. Ik, ik had zo'n een, een heel dom idee, was echt een heel dom idee, maar goed, domme ideeën zijn er om uit te voeren, vind ik hoor. En ik dacht van kom, we gaan een schaaktoernooi organiseren, een soort tournament. Tussen Sander, Sander van Café de Wacht, die kan ontzettend goed schaken. Die heeft meegedaan aan het Nederlandse uh, jeugdkampioenschap. Hij heeft niet gewonnen, maar heel hoog gekomen hoor. En dan hem uh, opgezet tegen Richard. En Richard kan helemaal niet zo goed schaken, maar die doet het wel graag. En toen dacht ik: van, kom, dan map ik er 15 euro tegenaan. En dan afgesproken dat de winnaar die zou 5 euro zou krijgen en de verliezer een tientje. Want ik ging ervan uit dat Nico, uh, of uh, Richard, Nicolaas heette hij ook wel. Nicolaas Richard, dat die zou verliezen. Nou, Sander is een ontzettend goede schaker, is een clubschaker. Nou, Sander zag er wel de humor van in en we zouden fischer, random, huppeltje pub gaan spelen. Dus dat uh, openingen leren, dat heeft Sander natuurlijk. Sander die kent uh, de Weense opening en Scandinavisch en um, de Engelse opening en Siciliaans. Zeg het maar, dat kent hij allemaal. Koningsgambiet, gambiet, zeg het maar maar als je fiche random gaat spelen, heb je niks aan die openingsleren. Helemaal niks. Dan dus wil je van voren aan beginnen. Toen dacht ik van nou, zo even, Richard, had misschien nog een kans. Nou, dat was niet zo. Bleek. Anyway, we waren bezig met het voor te bereiden. En het schaakbord neergelegd en een, en een camera erop gedingest. En dan vanuit een ander hoekje konden wij die output van die camera zien. Dat is een heel goed doel man. En dan ik erbij, samen met de kleine Marco, wij zouden dan de schaakreporters zijn. Dus wij zouden gaan bespreken. <laughs> ja, dat is wel heel kort, dat is wel heel schattig. Gewoon de, de, de grote kroegschaker van Arnhem tegen de grote clubschaker van Arnhem. Zoiets was het dan bedoeld. Ja. En dan die vent kwestie. En dan liep ik naar die tafel toe en dan had ik die camera bijgesteld. En dan liep ik terug naar een tafeltje waar wij het beeld zagen van die camera. En terwijl ik dan terugliep, ging die close ook opstaan en die camera even verplaatsen. En dan kwam ik weer bij het tafeltje. En ik: denk, Fuck, hoe kan het nou? En dan liep ik weer terug. Nou, die camera weer bijgesteld. Maar nou, zo moet hij ongeveer goed staan. Dan liep ik weer terug naar het scherm waarop ik kon kijken. Stond die vent weer op, zette die camera weer anders neer. Dan kwam ik dus achter, ging die zitten lachen. Zei die, ha ha ha, dat is een grapje. Dat is een grapje. Hoe leuk je? En dan denk ik, Lul. ik Vind je niet erg dat je naar de kroeg komt, maar waarom neem je je hoofd mee? Waarom ga je niet eerst even langs de guillotine? Ik zeg, nou, ik ga naar de kroeg, maar Perry vindt het niet leuk als ik mijn hoofd daarbij mee heb genomen. Dus wilt u even mijn hoofd eraf halen? Ga ik zonder hoofd naar de kroeg. Ja, en die vent heeft een hond. Nou, zielig voor die hond. Ja. Ik heb medelijden met de beest. En daar liep ik een keer, de uh, café de wacht even wat bestellen naar de bar. Ik zou weer naar buiten gaan om op uh, buiten te roken of zo. En die hond die had mij uh, toen ik naar de bar liep al in de gaten. En uh, toen kwam ik terug en toen wilde die hond toch eventjes uh, ja, aandacht. Geven. He? die wilde mijn hand likken. Ja. En die keek me ook helemaal dromerig en verliefd aan. He? Ja, ja. Oké, okay, dan mag je mijn hand likken. He, zoals een, een koning, zeg maar, uh, zo zoals de paus dan doet van: Je mag mijn tenen kussen. kussen, kussen, kussen ja? Dat je zo je hand geeft. Nou, oké, okay, dan mag je mijn hand likken. He? En die hond zo aan die hand ruiken. En ik lik je hand, ik lik je hand. Ja, natuurlijk, Bezi. En dan praat ik in mijn hoofd met zo'n hond. Hè? En dat baasje, die, die zat er dan. Mijn hond gaat naar hem toe en hij krijgt allemaal aandacht van mijn hond. En ik krijg dat nootje, ik krijg nooit dat hij mijn hand wil likken. Nee, die nee, een klootzak. En je gaat met dat beest om alsof het een bak Lego is. Het is geen Lego, man, Het is een levend wezen, snap je? Wat een mooie hond ook. En toen was die hond, die was bijna uitgelikt. En toen moest hij voortijdig stoppen van zijn baas. Zijn baas die vond het genoeg geweest. Kom hier. Ga zitten. Zit. Zit. Zielig hoor voor die hond. Ik heb ook een tijdje heb ik een hond hier in huis gehad. Dat is een terrier. Die at uit mijn handen, man. Hij was mijn vriend. Hij wist dat ik zijn vriend was. Een keer gingen er in die tijd zoop ik nog. En we gingen even wandelen, kon hij even schijten. Naar de supermarkt, moest even bier hebben. Hem aan een paal vastgeknoopt. En ik maak hem los. Ik had mijn bier. En ik wil met hem aan de lijn uh, terug gaan lopen naar die flat. En hij draait zijn kop zo om. En hij pakt zo met die grote hap kaken van hem, pakt hij uh, de lijn beter. En neemt de lijn in zijn eigen bekken. Ik heb hem gewoon laten gaan. Want hij gaf te kennen dat hij de weg naar de flat wist. En dat was ook zo. Hij bleef één meter voor mij lopen. Twee meter voor mij lopen. Hij wist de weg naar huis. En je mag je hond in Arnhem niet loslaten lopen. Gemeenteverbod. Maar de politie heeft er niks van gezegd. Want de politie zag het niet. Want die zaten allemaal lekker binnen. Die zijn bang voor de boeven. Ik ben niet bang voor de boeven, want ik heb een pitbull bij me. En die bleef echt strak voor me lopen hoor. Ja, die hond die wist precies dat als ik. Die kon gewoon tegen hem spreken. Ja. Weet ik precies hoe je dat moet doen. Het is een schone wereld. En dieren voelen dat. Dieren hebben dat in de gaten. Sommige mensen ook. Hoor. Maar veel mensen niet. Veel mensen zijn te druk. Helaas. Ik neem de moeder van mijn kind. Dat die, ze had alles. Hè? Ze had een man die elke dag onder de douche ging. Die, die ja, ik deed driekwart van het huishoudelijk werk. <laughs> en ik deed alle dingen die een man moet doen. Hè? Zoals auto halen en de boormachine. En, noem het maar op, hè. Alles. Ik hield het spaargeld in de gaten, was geld genoeg, twee keer per jaar op vakantie. Gaat ze dat kapot maken? Stomme trut. Dat was 2005, mijn kind was toen vijf. Toen kwam ik erachter dat ze vreemd ging, dat ze neukte buiten de deur. Ik zei, wat krijgen we nou? We hadden een afspraak gemaakt over monogamie. Ja, zei ze, dit is toch monogaam? Ik zei, nou, dat is helemaal niet monogaam. Jawel, zei ze, want ik bedoelde seriële monogamie. Dus uh, niet dat je het tegelijkertijd doet met twee mannen. Maar dat je het wel na elkaar doet, serieel. Dus niet uh, parallel uh, vreemd gaan. Nee, uh, je neukt af en toe met de ene en dan neuk je weer met die andere. Dat is seriële monogamie. Dat bedoelde ik altijd al. Dus, dat is de afspraak die wij hadden, hoor. Ik mag gewoon gaan neuken met iedereen waar ik zin in heb. 2005. Ons kind was vijf. En in dat jaar kwam ik er ook achter dat de overheid gelogen had over die aanslagen van 11 september. Ik denk, nou mooie boel is dat. En toen heeft het een hele tijd geduurd voordat ik weer inzag hoe mooi de wereld was. En nu zie ik dat weer. Ik denk, oh wat een mooie wereld. En ja, de moeder van mijn kind heeft van alles kapot gemaakt. Ja, dat is zo. Maar ze heeft niet alles kapot kunnen maken. De woning waar ik nu leef, euh, nou, die ziet er niet stom uit hoor. Er zijn wel verbeterpuntjes. Dat ik denk van nou, eigenlijk wil ik dit en eigenlijk wil ik dat. Maar dat komt er nog wel. Ik heb van de week een nieuwe koelkast uh, geregeld. Mooi zo. Die is een stuk zuiniger. Scheelt me toch weer een paar euro in de maand. Echt waar hoor. Aan energie hè. En ik heb een smart meter. Dus ik hoef ook helemaal geen meterstanden meer door te geven aan de Nuon. Dat vergeet ik altijd. Daar heb ik nooit geen zin in. Ik ga, morgen ga ik de Nuon bellen. En zeggen van. Hé hey, homo's. Ik wil even afrekenen. Ik ben benieuwd hoor, wat ik, ik moet terugkrijgen van die, die sukkels. Want ik betaal veel te veel. Mooi zo. We gaan lekker zuinig leven. Ja. En mijn flat, ja, alles zit erop en zit eraan. De koelkast is gloedje nieuw. Nou, de wasmachine en de droger, dat gaat nog wel even mee. Zijn van een goed merk. Ik heb nog wat op mijn spaarrekening staan, dus dat is ook geen probleem. De belastingdienst heb ik er ontzettend mot mee, maar dat lossen we wel op. Ik ga wel even clementie vragen. En ik heb leuk werk. Werk voor mensen die dat danken. Ja, dat is het dankbaar werk. Ik ben dankbaar dat ik het mag doen. En die mensen zijn dankbaar dat ik het doe. Wat wil ik nog meer? Afgelopen donderdag was er een vrouw en die zei tegen mij: ze op mijn werk. Ik was met haar zo'n beetje aan het kletsen. Nou, ze had me dus al drie dagen gezien. En, uh, en ik zei tegen haar: ze vroeg aan mij: van ja, en, uh, morgen is je laatste dag. En, ik zei, ja, nou, dat weet ik niet. Volgende week maandag is de DD er weer. En daarna komt DD. Ik zei, maar. Het kan zijn dat ik weer terugkom. En ik zei erbij: van, het lijkt me wel leuk. Ik vind het wel, ja. die andere plekken waar ik schoongemaakt heb, dat was ook leuk. Maar ik zei, dit vind ik ook leuk. Toen kreeg ze helemaal grote ogen. Ze zei, oh. Oh, zei ze, nou, maar als je dit leuk vindt. Dan wil ik wel een aanbeveling doen. Ik zeg: Houd dat in dan? Nou, zei ze: Dan mail ik even in de rondte dat ik je aanbeveel. En dan kan het zijn dat iemand anders uh, dat ik je bericht krijgt. Hè? Ik zeg: Ja, nou, als ze maar geen gezeik geeft op het hoofdkantoor. Ja, want ik word ingepland door uh, de afdeling Recruitment of zo, of Flexbureau of zoiets. Die doet eigenlijk de planning voor mij. Nee, zei ze, dat mag. Dat is toegestaan. Ja. Wij mogen onderling ook uh, dingen regelen. En dan moet jij dat dan weer doorgeven aan het uh, flexbureau. Zo. Nou, en de volgende dag uh, komt er iemand naar me toe. En die zegt: Mag ik even? Heb je even? Ik zeg ja hoor. En een hele lijstje datums. Van deze datums willen we graag iemand hebben op een groep. En laat het nou net de leukste groep zijn. Echt? Ik heb op. Uh, Vier locaties gewerkt tot nu toe. En ja, dat was de leukste. De, de twee die daar dan uh, de begeleiding doen. Die, die, uh, die roken allebei. En die jongste, die... Ja, dat is dan zo'n zo Turks of zo. Of, of Marokkaans. Ik, ik had het altijd op elkaar. Ze draagt geen hoofddoek, maar dat maakt me niet uit, hoor. En die rookt. En die oudere, die heeft uh, tatoeages op de onderarmen. En die rookt ook. Uh, is gezellig man, die twee. Ook lekker rustig hè. Nou. Uh, en uh, zo dadelijk gaan we weer, maar jij hebt een radiootje aan. Uh, uh. Nee man, hartstikke leuk, gezellig. En dan met die groep uh, heb ik een enorm aantal dagen gekregen. Gekregen, hè, zo noem ik dat dan. Nou, als je wil, dan willen we je graag hebben. En die andere dame die mij aanbevolen had, die zei ook nog tegen mij van ja, het is best moeilijk om mensen te vinden die dit werk willen doen. Een schoonmaakwerk is al niet zo populair, hè? punt één. En punt twee, de mensen die, we, die dan wel komen, die hebben geen goede beheersing van de Nederlandse taal. Maar het zijn natuurlijk buitenlandse mensen die, dat dus, die geen goed Nederlands kunnen, maar het gaat er niet zozeer om dat het buitenlanders zijn, maar ze beheersen de taal niet. Ze kunnen zich net redden, maar je kan er niet even een kletspraatje mee maken. Je kan er ook geen woordgrapjes mee maken en, Kwinkslagen en zo. Dat, ja, dat gaat niet met die mensen. Dus een goede beheersing van de Nederlandse taal. Alhoewel het voor je werk niet per se nodig is. Want ja, jij wordt geacht om. Uh, ja, je moet het, uh, de, het formulier wat je hebt, zo'n documentje. En dan staat op uh, tegels wissen in de badkamers of zo. Ja, dat moet je kunnen begrijpen. Dat is voor je werk nodig, meer niet. Maar het is natuurlijk leuk als je het wel kan. Snap je? Ja, iemand die kan schoonmaken en die ook de taal beheerst, ja. Nou, dan kom ik wel hoor. Heb je? Dat is de schone wereld. En dan de moeder van mijn kind heeft lekker die scheiding gekregen. En dat heeft mij ongelooflijk veel geld gekost. Maar ja, het geld is toch niet van mij. Ja. Bottom line ben ik het helemaal eens met Christus Jezus hoor. Toen die zeurneuzen naar Christus Jezus kwamen en zeiden we: Ja, we moeten belasting betalen. En al deze munten moeten we allemaal afdragen. En dat vinden niet eerlijk. En wij zijn boos en ontevreden. De Christus zei: Laat ze een muntje zien. En dan nou, krijgt hij zo'n muntje en zei: Hé, hey, er staat een beeltenis op van iemand. Hè, iemand, zijn kop staat erop. Hè, kop of munt, hè? Iemand, zijn kop staat erop. Van wie, van wie is die kop? Nou, die, 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 die kop is van de Romeinse keizer. Oh, Jezus. Dan is het dus zijn munt, lijkt mij, hè? Ik breng hem maar terug naar de afdeling gevonden voorwerpen. Want ik heb een munt, een munt gevonden, en iemand zijn kop staat erop. Dus nou, het lijkt me dat die munt van hem is. Gaat die poen terug? Jouw munt toch niet? Laat het zitten. man. Hoezo belasting betalen? Het enige wat je doet, dat is die munt, de munten die jij gevonden hebt, die van iemand anders zijn, dus kennelijk. Want anders staat dat hoofd er niet op, van die keizer. Uh, dan moet je me die munt teruggeven. is toch niet meer dan eerlijk? Als je iemand zijn ezel vindt... dan geef je toch ook die ezel terug aan die ezeleigenaar? Nou, dat doe je met die munt ook. Dus die poen is toch niet van mij? Kijk, dit ging even over de schoonheid van het leven. En ik, uh, het ontbreekt mij aan niets... Niets. Ik heb sokken, onderbroeken, t-shirts, sweaters. Ik heb één fatsoenlijke spijkerbroek en een aantal spijkerbroeken, die heb ik dan gerepareerd, laten we zeggen. Ja, niet helemaal tof, maar. Dus ik ga van de week ga ik een nieuwe spijkerbroek kopen. En dan kan ik er weer gewoon een hele tijd tegen. Ik heb twee paar uh, absoluut werkende schoenen van Duits fabrikant. Fabrikage, fabricaat moet je zeggen. Birkenstok. Die lopen goed, man. Dus ja. Als ik jaar, ik ben binnenkort jaren. Ik, ik denk dat ik mijn familie uit nodigen. Weer eens, toch maar weer een keertje. Voor de gesnelligheid. Ja. Maak ik weer wat lekkere soep of zo. En dan wil ik wel ja, dat ze cadeautjes meenemen. Want iedereen vindt het leuk om cadeautjes te geven. En dan moet, ik er even, dan moet ik echt over gaan nadenken wat ik dan wil. Want zo 1, 2, 3 zou ik het niet weten. Snap je? En vroeger zei ik dan van neem maar een fles whisky mee. Maar ja, ik suip niet meer. Nou, sigaren, ja, ik rook niet meer. Ja, wat dan nog wel, hè? Nou, ah, ik verzin al wat. Misschien een. Nee, ik weet het eigenlijk niet. Ik <laughs> moet er echt over nadenken. Geld hoef ik al helemaal niet. Maar ik verzin al wat. Snap je? Het ontbreekt mij aan niets. Christus heeft gezegd: hè? geef alles weg. En in mijn hart heb ik afscheid genomen van al mijn bezittingen. Ja, het is nu al in mijn woning. En ik zou het heel vervelend vinden als ik thuiskom en mijn computer is gejat. Da daar zou ik echt wel even de pest over in hebben. Maar wat is die kans? Ja. Ik woon drie hoog in een portiekflat. Voordat ze hier ingebroken hebben. Ja. Nou, misschien een beveiligingskameraadje, dat ik dat wel leuk vind. Dat als er iemand bij me inbreekt, dat ik uh, de beelden heb. <laughs> ja, dan zouden ze er vast naar te kijken. Hé, hey, dat is die. Ja, ik in ieder geval mijn Mac weer terug. Nee, met een volslagen opgeruimd gevoel... als schoonmaker in de gezondheidszorg, in de gehandicaptenzorg... zeg ik dat de wereld uh, heel schoon is... Het is een en al schoonheid wat men ziet. En dan hebben we maar een liegende overheid en vrouwen die vreemd gaan. En dat kost allemaal klappen met geld. Klauwen met geld. Maar dat geld is toch niet van ons. Dus we maken dat. Daar zit de waarde van het leven niet. Zegt Perry bij zijn volle verstand. En ik kan het weten. Want 29 augustus dit jaar wordt meneer 60. En ik heb al die tijd heel goed opgelet. En ik weet zeker dat de wereld heel erg mooi is. En ik zeg op zijn hamburgs tegen jullie mensen die allemaal ook heel mooi zijn. En heel schoon zijn, zeg ik tjus En dag, lieve schoonheden.